Ik denk dat we zo'n dikke 1500 mensen hier met een leuk feest gaan bedanken voor al die uren die zij in hun medemens in Tilburg steken. Probeer eens uit te rekenen hoeveel mensen over hebben voor hun medebewoners in Tilburg. Het is een stad met een gouden hart. Ja, we gaan prijzen uitreiken en dat doet gelukkig een totaal onafhankelijke jury die beslist daarover. Genomineerden krijgen straks, daar komt de winnaar uit. Maar het gaat ook om allemaal. Wat mij opvalt, en ik zit nu een kleine 4 jaar hier in Tilburg en ik kwam uit Den Haag. Wat voor rijke stad Tilburg is als het gaat om betrokkenheid van mensen op elkaar. Dat is echt waar je trots op kan zijn en waar je kan zeggen is een stad met veel kapitaal. En dan heb ik het over sociaal kapitaal. En daarna hebben we feest, eten, drinken, dansen, een beetje vrijen, kijken of we een blootje kunnen scoren of wat dan ook. Misschien nog nieuwe liefde, wie weet. Geef hem applaus, onze burgemeester, Madan! Op z'n 39ste. Wat ook zo mooi is, en dat vind ik ook weer typisch Tilburg, een feest als dit komt niet vanzelf tot stand. Natuurlijk, Contour de Twern heeft zijn best ervoor gedaan. En een aantal mensen van de gemeente die hebben er ook behoorlijk aan gesjouwd. Maar er zijn ook een flink aantal sponsoren geweest die gezegd hebben, nou, wij willen ook wel dankjewel zeggen. Wij willen ook wel dankjewel zeggen aan al die Tilburgers die zich met hart en ziel voor al die mooie maatschappelijke opgaven in onze stad inzetten. En we beginnen met de Jong Vrijwilligersprijs. En de winnaar is, we hebben hem op zijn kop, René Klaassen. Zij, we willen wel met je op de foto, maar dan moet René wel winnen. Nou, dat is gelukt. René, van harte gefeliciteerd, het is verdiend. Ik weet dat je je inzet met hart en ziel voor mensen met een beperking en daar zijn wij ontzettend blij mee. En sterker nog, de mensen met wie jij werkt, die zijn ervan overtuigd dat er maar één kon winnen en dat ben jij, dat is gelukt ook. Hartstikke gefeliciteerd. En we gaan nu naar de vrijwilliger van het jaar. We hebben 3 individuen. En dat is Rimou Shakur. Rimou, kom naar voren. Ze zitten voor Bert Oerlemans. Bert, kom naar voren. En Herman Vitters. Ze helpt op de openbare school Jorgen, gaat mee op kam, is oppasmoeder, staat in het kinderkookcafé en zit in de vrouwenclub. 5, 4, 3, 2, 1. Organisaties. En dat is de Sint-Nicolaas-comité, kom maar naar voren. De Stichting Social Energy Tilburg. En Tilburgs Overleg Gehandicapte Organisaties, het TOG. Kom maar naar voren. 5, 4, 3, 2, 1, yes! Hans Kokke, die ik vraag om op het podium te komen, want die gaat ervoor zorgen de komende jaren dat als het gaat om vrijwilligers in Tilburg,
dat we nog meer met elkaar kunnen gaan doen. In ieder geval blijven, zorgen dat in ieder geval zo'n geweldig feest blijft staan. Maar ook gewoon kijken wat wij voor vrijwilligers kunnen doen. In ieder geval faciliteren dat ze in ieder geval de werk wat ze nu al doen, zo goed mogelijk kunnen blijven doen. En misschien nog gaan kijken of we nog meer vrijwilligers kunnen vinden in Tilburg. En nu krijgen we nog een statiefoto en dan gaan we volgens mij met het feest beginnen. Voor de Vrijwilligersprijs 2014. Wat vind je ervan? Ja, heel erg mooi. Een stichting Social Energy binnen 2 jaar genomineerd voor de Vrijwilligersprijs. En ik vind eigenlijk dat we alle 3 winnaars zijn. Ik vind trouwens alle vrijwilligers die hier zijn eigenlijk allemaal winnaars. Dat wij dan ook nog op het podium mogen, ja, dat maakt het een beetje extra spannend. Wij zijn genoemd als de snelst groeiende stichting van Tilburg, maar wij zitten nog steeds zonder eigen plek. En nu beginnen dus al onze activiteiten beginnen nu uit een jasje te groeien. Dat het eigenlijk heel belangrijk wordt dat wij een locatie kunnen krijgen waar wij die activiteiten verder uit kunnen bouwen. Kijk, maar vrijwillig, dat zegt eigenlijk al, dan moet je gewoon vrijwillig doen. En dan moet je het leuk vinden. En ook voor jezelf een bepaalde genoegdoening uitvinden of halen. Ja, dat is wel belangrijk. Dus niet al het werk wat door Tilburg is gedaan, maar moet door vrijwilligers. Die mensen moeten natuurlijk ook nog wel de geld kunnen verdienen, ESB. Dus. Dankjewel Tilburg, wij zijn Cookies & Cream. Fijne avond nog, boeiaschap!